We zijn vandaag hier zo in het Sprookjesbos, waar we kabouters gaan zoeken. Het is wat stiller op onze vlog. Dat heeft alles te maken met hartstikke lekker. Kan dat? Weet ik niet. Doe het gewoon. Als de hele wereld slaat. Vandaag ben ik mijn tas dus aan het pakken, omdat ik een weekendje weg ga met collega's. En ik ga jullie lekker meenemen. Bonjour, nous cherchons le parking 3. In de nacht, in het dierenpark. Welkom bij een nieuwe video. Wij zijn lekker in het bos. Het is zondag. En we dachten, we gaan er even lekker op uit. En we hebben begrepen dat er nu een kabouterbos is in Ockenburg. Ja, dus zoeken waar een kabouter zijn. Ja, ja. En we gaan even een lekker drankje doen. En hoewel ik net geplast heb, moet ik weer. Dus even naar het toilet zoeken. Proost. Mama, ik wil mezelf zien. Hallo. We zijn vandaag hier zo in het Sprookjesbos waar we kabouters gaan zoeken. Maar we weten niet zeker waar ze zijn. Jessie, kijk eens. Hier kan je hele kleine dingen zo kun je kijken wat je ziet. Het is even een groot glas. Mag ik even kijken? Zeker. Gaan we kijken wat daar in de appel zit. Nou, dan kan je dus kijken wat er dus, ja, bijvoorbeeld, of in de grond, hè, bij de bloemetjes. Zo. Mm-hmm. Nou, let's go. Kabouter. Lieve patatjes, een hele goede middag. Het is even geleden, het is wat stiller op onze vlog. Dat heeft alles te maken met het feit dat René weer volledig aan het werk is. En ik natuurlijk volledig werk en aan het koken ben. En Jessie in de school gaat. En ik gisteren een MMA-lesje heb gedaan. En nu alles vast zit en heel mijn rug gekraakt moet worden. Het liefst. Dus wie meldt zich aan? Maar dat wil niet zeggen dat wij het niet nog steeds net leuk vinden. Alleen ja, is er af en toe wat minder tijd voor. Daarom heb ik nu even toch de camera opgepakt om jullie te laten zien dat ik lekker aan het koken ben. Ik ben groente aan het bakken. En dit is Chinese kool. En ik heb lekker paprika. En ik heb lekker wortel en aubergine. En hier heb ik kousenband. En hebben jullie wel eens zo'n mega grote ui gezien? Het is echt, het lijkt wel een softbal. Echt, nou, ik denk dat een softbal nog kleiner is. Niet te geloven. En hier ga ik zo meteen pompoen snijden. Die ga ik dan gewoon lekker met sinaasappel besprenkelen. En dan een uitje erbij. En dan in de oven. En dat wordt namelijk helemaal zacht. En die hoef je niet te schillen, want die kan je gewoon lekker schillen. Super lekker, wordt boterzacht. Even omhusselen. En daarnaast heb ik dus, ik had
volg het nog. Gisteren had ik spaghetti gemaakt met ragout. Ja, jullie noemen het allemaal bolognese, maar dat is helemaal niet. Ragout, à la ragout. Is met runder gehakt. Super lekker, helemaal op. Ik had pennen met pesto gemaakt. Hartstikke lekker, helemaal op. En nu heb ik dus kip in zoete tijm met knoflooksaus. Die ga ik zo meteen even bakken. Lekker botertje door. Twee kantjes. En dan op een bakplaatje in de oven. Dan ben ik daar vanaf. Ik heb dan ook nog hier aan de andere kant, loopt u even mee. Lekker brood gedraaid. Brood sesam kokos, ook hartstikke lekker. Kanda, weet ik niet, doe het gewoon. Dus die is lekker aan het rijzen. Die heb ik nu gedraaid. Eventjes een half uurtje rusten. En dan draai ik hem nog een keer in de deegmolen, zeg maar. Zo. En dan met de handen even bolletjes maken. Figuurtje op de plaat leggen, laten rijzen. Nee, twee keer volume. En dan afbakken. En dan moet ik zo meteen ook nog om 14:45 Jesse ophalen. En dan moet ik om 14:30 weer terug zijn voor een oudergesprek. Dus dan moet ik eerst ophalen, maar ik weer wegwezen. Opzouten en dan moet ik weer terugkomen. Hé, hey, alles goed. Ja, dat kan blijven, niet waar? Maar dat ging niet. Ik moet wel even mijn kool in de gaten houden, want die is klaar. Dan doe ik, ik hou niet van als het echt gaat drijven in de olie. Dus dat doen we niet. Gewoon een beetje droog in de pan, maar gewoon een beetje olie bij natuurlijk. Of boter is ook hartstikke lekker. Peper en zout, lekker wat kruiden erbij. En dan gewoon ja, een soort van rooster bakken. Dat bestaat er niet, nu wel. Ik heb het verzonnen, rooster bakken in de pan, lekker. Daar doe ik zo meteen rijst bij. Kousenband hebben we nog, paprika, ja. En ik heb ook nog, volg je nog, morgen een borrelplaat die ik moet maken. Daar maak ik een heerlijke mango makreel salade bij. Heel makkelijk mango, schillen, in een bakje doen, makreel erbij, dat is ook lekker. En dan smaak brengen, peper, zout, een beetje kruiden. Weet ik nog niet welke kruiden, misschien een beetje citroen, een beetje celie, ook erbij. Dat gaan we doen. En wat ook heel erg leuk is, is dat we dus bijna op vakantie gaan. Ook super veel zin in. En dat het weer wat beter wordt. Want dat is nu wat minder. Dus weet ik nog niet wat ik zo meteen met Jesse kan gaan doen. Het zal weer binnen worden. Lekker lang verhaal. Goed kort gehouden ook dit keer. Dat is echt top. En nou, tot straks. Zo, Jesse is lekker thuis. Hi Jesse. Ben je het eten? Vlees. Kippetje. Kippetje. Ja, kijk. Het kippetje. Hij is echt weer onwijs lekker goed gelukt. Met deze rijst. Lekker met groenten. Het is dus le chicken. Het brood. We hebben lekker broodje gebakken. I like it. Pompoen. En een beenhammetje. Dus alles weer top gelukt. Een hele goede avond. Nou, na een hectische werkweek zijn wij inmiddels in Tilburg. Want we gaan iets heel leuks doen. Wij gaan namelijk naar een concert van Jaapie Reesema. Ja, superleuk. Dat hebben we cadeau gekregen van Elena, Sergio's zus. En we hebben er heel veel zin in. We zijn wel een beetje moe, eerlijk gezegd. Maar we hebben er wel heel veel zin in. Jesse Silver was ook kapot. Ja. Die wordt niet meer wakker, denk ik. Nee, denk het ook niet. Dat mag wel hopen ooit, maar niet vanavond. Want die is gewoon achter in de auto bijna boven zijn speelding zo in slaap gevallen. Ja. Die hebben we opgetild en op de bank gelegd bij oma. En wij gaan naar 013. Want daar treedt hij op. Ik ben heel benieuwd, want... Ben je wel eens in de 013 geweest? Ik dacht het wel, dat wij daar een keer zijn geweest. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, want mijn oud-klasgenootje, die speelt gitaar bij hem. Dus ik ben benieuwd of hij er vanavond ook bij is. Ik ben benieuwd of dat hij nog duetten doet. Met andere artiesten? Ja, want hij heeft natuurlijk best veel hits. Qua duetjes, ja. Ja, zouden ze dan telkens meereizen? Nou ja, voor één nummer? Ja, voor één of twee nummers. Dat denk ik niet. Maar ja, je weet het niet, hè? Ik weet het niet. We laten ons verrassen. Ik heb er zin in. Elena, die bracht Melanie mee, geloof ik, hè? Ook? Ja, die werkt of werkte daar. Oké. En die gaat ook altijd heel veel naar concertjes en zo. Ja. Maar die gingen nu even sushi eten. Dan moet ik zeggen, klinkt heel verleidelijk. Ik heb ook best wel trek eigenlijk. Ja. Ik ben al blij dat we net even nog een koffie naar binnen konden werken. Nou, precies dat. En we gaan, ja, dus eerst gaan we daar naartoe. En dan zien we straks wel verder.
Goed plan. Goed plan, hè? Oké, let's go. Als de hele wereld slaat. Ik haal mijn fiets heel zachtjes parens op. Voordat de liefde hier ontwaakt. De liefde hier ontwaakt. Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij. Dus ik bescherm mezelf in jullie mis. Komt ie aan. Inpakken terwijl Sergio nog lekker in bedje ligt. Het is laat geworden. Ik denk dat we rond 1 uur thuis waren. Maar we hebben echt een super toffe avond gehad. Het was heel gaaf bij Jaap Reesema. En wat ik helemaal leuk vond was dat inderdaad mijn oud-klasgenootje Rory op de gitaar bij hem speelde. En wat ik even niet gezien had, was dat mijn andere schoolgenootje, Nicky Lohman, achter de drums zat. Dus dat vind ik toch echt heel gaaf om gewoon te zien wat ze bereikt hebben en van de muziek te genieten. Dus dat was echt super gaaf. Vandaag ben ik mijn tas dus aan het pakken, omdat ik een weekendje wegga met collega's. Wij gaan naar België, naar een dierentuin, een groot dierenpark. En daar gaan we ook blijven slapen. Dus ik ben super benieuwd en ik ga jullie lekker meenemen. Do in love can make it, take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Bonjour. Nous cherchons le parking du 3. C'est juste là en face. Donc vous pouvez prendre. Vous voyez le passage piéton, pas le bateau. Juste à droite, droite, et c'est juste là en face. Eh oui, merci. Merci.
Ja? Hoppa. Aha, toen was er licht. Ik vind die kranen echt te gek gewoon. Zie je, ik hoorde iets. Oh my god. Ik hoorde wel iets. Oeh, zo. Ik kan het niet zien, denk ik, met mijn camera. Nee, stomme reflectie. Oh my god. Hé, hey, maar dat maakt kei veel lawaai. Kijk, nou, beginnen met de Zo, we hebben lekker gegeten. We zijn nu in de nacht. Nacht, het is nog avond, maar het is heel donker. In het dierenpark. We gaan even kijken. Het lijkt wel een expeditie. Maar die hebben we vandaag niet gezien. Dan komt het een gedag zeggen. Hallo. Goedemorgen. Het is 7:30 en we hebben een ijsbeer voor de deur. Kijk, de tweede die is aangekomen. Die zit daar even te relaxen boven. Hoe die andere aan het ijsbeer is. Kijk hem chillen. Hey, vriend. Even een frisse duik. Gaat hij die schudden? Gaat hij nog eens... Oh. Even jeuk aan de buik. Goedemorgen. We gaan lekker aan het ontbijtbuffet. Hoi. Klap, 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 klap. Oh my god, dit is gaaf. Zo. Je moet wel geduld met ze hebben, zeg maar. Hallo.
zitten nog te lunchen. Ik heb vanochtend heb ik ook al iets gehoord. Met een paardje op z'n rug. Dus een grote is of zo? Een python amethyst. Blinkje. Ah, hier ligt er nog in. Zo, ik zit er helemaal stil. Zo, ik ben weer terug van een lang weekend weg, of nou, een weekend weg met mijn collega's. Het was echt super gaaf. Echt de grootste dierenpark van Europa. Echt super mooi. Ik ben nu wel inmiddels stront verkouden. Dat heeft Jessie aan mij overgegeven. En zijn inmiddels ook alweer aan het werk. En Sergio is echt super hard weer aan het werk. Met allemaal lekkere dingen. En het gaat hartstikke goed. Dus dat is geweldig. Ja, al bijna de 200 man in de app. Ja. Hij heeft al bijna 200 klanten. Normaal, hè? Potentiële klanten. En dus dat is echt geweldig. Ja. Ondertussen is Sergio nog even naar een KNO'tje gegaan. Ja. Vertel. Nou, in ieder geval geen cholesteatoon. Cholesteatoon. Die? En, ja, want als het een cholesteatoon was geweest, dan had het eigenlijk een goedaardige tumor kunnen zijn. Nou, is dat tumor? Gezwel toch? Een tumor kan goedaardig zijn. Ja. Een kanker is volgens mij nooit goedaardig. Nee. Ja, maar dat was het dus gelukkig niet. Nee. Ja, hij zei zelfs dat mijn trommelvlies er wel mooi uitzag. Ja. Al die audiciëns in de groep die gaan helemaal los. En hij zegt, oh, het ziet er wel goed uit. Ja. Had gekeken en toen zei ik, zeg maar ja. Ik weet dat ik kom voor mijn oren, maar die buizen en staakjes en zo. En ik heb natuurlijk wel een beetje dat ploppen en het zuizen en de slijm. Ik zeg, die buizen en staakjes, volgens mij, want ik was bij de tandarts geweest, maar volgens mij zit die, ja, misschien zit die dicht. En dan, ja, nee, die zit sowieso dicht. En dan denk ik, ja, maar jij bent ook de keel, neus, oor dokter en je constateert een probleem, doe er dan iets aan, weet je wel. Ja. Ja, nee, maar de dokter heeft een verwijzing gegeven voor je oren. Daar kwam voor, die cholesteatoon. Nick, is dat dan fucking... Ja, het moet altijd in hokjes en verder kijken we niet. En we sturen je ook vooral niet verder naar een volgende arts of zo. Ik begrijp dat je vast met neer te werken om met codes en al met geld te maken, zorgverzekeringen en zo. Ik zeg maar, ik loop vast, ik weet niet meer wat ik zei. Ik zeg, snap ik voor mijn oren. Nou, jij zei... Ik heb last van dit allemaal. Ik zeg, ik kan er niet elke één verwijzing vragen van, doe dan maar alles. Ik kom bij de dokter met iets, maar ik heb wel overal last van, als in niet kapot gaan van de pijn, maar wel, dit zit dicht en dit slijm en last van mijn stem en mijn oren en mijn pop en een beetje duizelig en die kaakkramp een beetje. En dan constateert hij dus dat die buis dicht zit en dan denkt hij van, nou, hij heeft geen cholesteatoon, klaar. Ja, hij vertelt jou dan niet van, nou ja, je klachten kunnen we misschien voortkomen uit een verstopte buis van de staart. Ik heb helemaal niks van. Nee. Hij wilde toch even kijken, dat dan weer wel. Nadat ik dat vroeg en toen zei hij, ben je allergisch? Ja. Toen dacht ik, ik heb nog een hele vragenlijst ingevuld, maar vooruit. Voor hem ook? Nee, voor de afspraak. Voor deze afspraak, ja. En...
Toen zei hij, hebben ze dat wel eens goed aangepakt? Hebben ze allergietest gehad? Ze zei, ja, hebben ze wel eens goed aangepakt? Ze zei, ja, die pilletjes van de kruidvat en de ethos en dat soort dingen, die werken niet. Dus nee, zei hij, nou ja, vroeger immunotherapie heb ik ook wel eens geprobeerd. 2 maanden, want dat moest ik 2-3 jaar doen. Ik hou dat niet vol. Dus ik elke dag zo'n druppeltje onder mijn tong leggen. Hij zegt, dat is sowieso achterhaald. Vroeger dachten we dat we dan lange tijd, blablabla. Hij zegt, nu weten we dat we gewoon een harde klap moeten geven, een zware medicatie erin. Dan wat afbouwen en dan kijken of het wegblijft of dat het terugkomt. Ja, is goed. Dus krijg ik hele zware tabletten en een neusspray. En toen zei hij van, kijk niet raar op als je heel emotioneel wordt en als je s'nachts in één keer cravings krijgt en je denkt van, ik trek die Ben & Jerry's uit de koelkast. Toen dacht ik, nou, ik heb nachtcravings en ik ben altijd al zwaar emotioneel geweest, dus dat... Er verandert precies niks. Ja. Daar verandert weinig, inderdaad. Dus ik heb... Ja. Nee, dat is het, nou ja. We zien het wel. In ieder geval, het is dus gelukkig geen cholesteatom, want dat is toch iets wat je eigenlijk liever niet wil. Dus dat is wel fijn. Ja. Ik denk dat het ondertussen best wel een lange vlog is geworden. Het heeft even op zich laten wachten, want we hebben het gewoon knijtertje druk. Maar hopelijk was het wachten waard en vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Abonneren. Het belletje aan te zetten. En dan zien we jullie weer heel graag bij de volgende video. Ciao. Ciao.